Welkom kijkers bij Golfschool Gelrop en leuk dat je weer kijkt. Voor de mensen die nieuw zijn, mijn naam is Mike Vieringen. Ik heb een eigen YouTube kanaal en ik zet iedere week voor jullie een tip van de week op mijn site, zodat ik jullie beter kan krijgen. En vandaag in tip van de week wil ik gaan behandelen, wat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende fouten in de opzwaai. Ik merk dat heel veel mensen, leerlingen van mij eigenlijk zeggen, Mike, ja ik sloeg die bal, maar ja, ik wist eigenlijk al, dit kan het niet worden en het werd het ook niet. Dat zit dan vaak al eigenlijk in de verkeerde opzwaai, waardoor we eigenlijk al ja, bijna zeker weten dat het moeilijk wordt om die bal goed te raken. In ieder geval constant te raken. Dat wil niet zeggen, ik zie ook wel eens mensen een opzwaai maken die niet helemaal conform de ideale techniek zijn, maar die compenseren dat en op impact moment raken ze die bal goed. Als jij zo'n speler bent, prima. Als je maar constant bent. Het blijkt alleen iemand die in een goede opzwaai zit, hoeft in zijn downswing minder te compenseren en zal dus minder afhankelijk zijn van die timing. Fout nummer 1, oftewel wat zijn de drie meest voorkomende fouten, zie ik heel vaak. Fout 1 is het wegpakken vanuit de handen naar buiten toe. Als ik vanuit die handen start naar buiten, krijg ik hier een positie waarin ik nu mijn pols moet knikken en het clubblad moet gaan draaien. Hierdoor staat mijn clubblad te veel open. En moet ik nu in de downswing veel te veel compenseren om te vermijden dat het clubblad niet open staat op impact. Een goede oefening, een goede drill. Pak een aimstick, zet die in het verlengde van de club en pak hem maar vast, zoals je normaal doet. En dan voel je, als je nou die goede beginstand inneemt, dat die aimstick een beetje tegen mijn linkerheup aandrukt. Mijn linker broekzak, mijn linkerheup. Op het moment dat ik nu naar achter ga, voel je dat ik nu eigenlijk niet meer die club naar buiten weg kan pakken. Dus wat je nu gaat voelen is, en een goed gevoel zou dus zijn, laat maar eens het gevoel dat de linker broekzak contact blijft houden, linkerheup, met de shaft. Dus ik ga eigenlijk nu meer in één geheel naar achter en ik wil iets voor het horizontaal, wil ik nog steeds voelen dat de shaft tegen mijn linker broekzak aan drukt. Vanuit hier wil ik dan eigenlijk pas de polsen gaan knikken. En als ik hier de knik maak, wil ik eigenlijk niet veel verder als horizontaal met mijn linkerarm. Wat je nou gaat zien is dat de shaft gaat wijzen naar de denkbeeldige lijn waar de bal op ligt. Dus je zit ook niet meer te steil en je zit ook niet meer te vlak. Je zit eigenlijk precies nu in de juiste toppositie. Dus resume, draai in één geheel achter en voel dat de shaft contact houdt met mijn linkerheup tot iets voor het horizontaal. En vanuit deze positie breng ik dan die knikker in en ik laat het toe dat de linkerarm niet veel verder gaat als horizontaal. Achterkant shaft, oftewel de aimstick, wijst nu naar de denkbeeldige lijn waar de bal op ligt. Oefening 1 met die aimstick. Oefening 2, fout nummer 2. Het te veel wegpakken vanuit de handen naar binnen weg. Als ik vanuit eerst mijn handen, dan mijn armen, dan mijn schouders start, krijg ik een te vlakke zwaaibaan, waardoor de kans veel te groot is dat ik weer van buiten terugkom en het heel lastig wordt om het slagvlak op impact moment haaks te krijgen. Goeie oefening. Pak een toiletrol. Het schijnt dat heel veel mensen deze nou nog genoeg over hebben. En klem die maar eens tussen je onderarmen. Pak de gewone grip, maar klem hem maar eens tussen je onderarmen. Probeer te voelen dat de club en de armen en de schouders tegelijk naar achter gaan. En ik druk eigenlijk met mijn armen die toiletrol. En vanuit hier ga ik weer die knik maken. En weer spreek ik met mezelf af, niet verder als horizontaal. Hier wil ik naartoe. Dus voel dat die armen en die club in één geheel naar achter gaan. En als de club net voor het horizontaal is, nu pas breng ik die knik erin. En ik wil niet veel hoger als horizontaal. En fout nummer 3 is te hoog swingtempo. Ik zie dat heel veel mensen de neiging hebben om te snel naar achter te bewegen. En daardoor 1. Te snel de cirkel verkleinen en veel ballen toppen, maar daardoor eigenlijk ook juist lengte verliezen. Dus probeer maar eens te voelen. Oefening. Probeer maar eens de club zo losjes mogelijk in je handen te houden. En probeer maar eens te voelen het gewicht van de club die je naar achter brengt. En probeer dan maar eens een swingbeweging te maken op 60-70% van je maximale swingsnelheid. Dus, vanuit deze positie, rustig naar achter. En ik ga een swing maken op 70% van mijn swingsnelheid. En ik probeer te voelen het clubblad, het gewicht van de club onderin. Ik heb hem lekker geraakt.
Het voelde goed, die opzwaai. En als die opzwaai goed is, hoef ik terug in de downswing niets meer te compenseren. En is de kans groter dat ik de bal constanter ga raken. Vond je het een goede tip? Geef het een duimpje. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week.